Dank je. Alsjeblieft. Simon, ik heb je al voor gezocht. Ik vind het zo erg van daarnet. Ik weet bijna niet wat ik moet zeggen. Nou, zeg dan maar niets. Ik was bang dat ik je niet meer zou zien voordat ik wegga. Waar ga je naartoe? Naar Duitsland voor mijn plaatje. Dus op jou kan ik ook niet rekenen. Echt iets voor jou, weggaan als het moeilijk wordt. Ik ga maar een maandje weg. Simon, ik geef om je, al laat ik dat niet altijd merken. Als jij om mij geeft, dan laat je me nu met rust. Ik wil nu gewoon een tijdje even niemand zien. Begrijp het. Ik kom nog wel even langs voordat ik echt weg ga. Janine, dit is Anita. Zij logeert hier tijdelijk. Dag, Anita. Hallo. Wil je wat drinken? Hetzelfde? Graag. Waar is het toilet? Daar. Wie is dat? Had je niks aan? Nou zeg, ik mag toch wel vragen? Ik heb haar in de koning ontmoet. Mevrouw van Houten, er staat hier een meneer Sanders van de bank. Hij zegt dat hij de boeken komt controleren. Ja, zeg maar tegen hem dat ik er niet ben. Ik pak even pen en papier. Dan schrijf ik het voor je op. Dat zie je. Dus hier heeft ze gewoond? Ja, mevrouw. En u kent haar? Mm-hmm. Is ze niet arm dan? Mevrouw Elschot? Nee hoor. Alsjeblieft. En doe haar de hartelijke groeten van me. Ja, dat zou ik doen. Dank u wel. Man, please. Ik heet Bing, oké? Schiet op, jongen. Straks missen we die bus nog. Ik heb een baan voor je geregeld, dus dat is in orde. En voorlopig kunnen we bij Laura, voor jou, mevrouw Selmhorst, kunnen we daar logeren. Het is een aardige, beschaafde vrouw. Dus gedraag je aan. Geen harde muziek, niet avonden voor die televisie hangen. Dat heb je hier al genoeg kunnen doen. Je leest maar eens een keer een goed boek. En als je weggaat, wil ik precies weten waar je heen gaat. Er wordt niet op straat rondgehangen. Hé, luister je? Ja. En 's avonds ben je uiterlijk om 10 uur thuis, zodat je de volgende dag weer fris naar je werk kan. Trouwens, nog iets. Je bent een tijdje bij je zieke oom in Suriname geweest, ja? Ik heb geen zieke oom. Nou wel. Nou, mijn best. Hé, niet zo somber. Je bent nou tenminste weer vrij. En als je je best doet, dan komt het allemaal weer goed. Je bent zo mager. Dat eten in de gevangenis was zeker niet veel soeps, no? Als we straks thuiskomen, ga ik een stevige maaltijd voor je maken. Kwee, kwee met Marcella. Daar ben je toch zo dol op? Huh? Kom, we moeten rennen. Pikmi. Pa die zich kapot zuigt. Ik
Ik heb jullie bij elkaar geroepen omdat we bezoek krijgen van een paar hele speciale gasten. Mr. en Mrs. Kamal Khalid. Hij is hier voor zaken. Mr. en Mrs. Ze... Kamal Khalid? Ja. Is dat niet die steenrijk oliemagnaat uit Dubai? Juist. Ik heb gehoord dat hij zijn vrouw elke week een diamant cadeau geeft. Oh, echt niet te geloven. Nou ja, in ieder geval. Ik vind het een hele eer dat ze in ons hotel komen. En ik verwacht dat jullie ze met alle egaars behandelen. Welkom, Mr. en Mrs. Kamal Khalid. It's a pleasure to meet you. He will take your luggage. Uiteraard verblijven ze in de Royal Suite. Dus ik wil dat jullie die zo snel mogelijk helemaal in orde maken. De koffers kunnen in de leegstaande kamer. En zorg dat het ze aan niets ontbreekt. Goed. Wat doen die gasten hier? Mr. en Mrs. Kamal Khalid. Van de toneelvereniging. Het slaat echt alles. Lag het er niet een beetje te dik bovenop? Wel nee. Ik weet zeker dat de dief nu in actie komt. Financial management. Volgens mij ben jij op de verkeerde etage uitgestapt. Personeelszaken van Sanders Inc. zit hierboven. Een gevestigd bedrijf vind ik te saai. Ik hou meer van jong en dynamisch. Ik wil hier komen werken. Hey, kom binnen. Hallo. Hi. Ga zitten. De brief van het laboratorium even op. Heb je nog last van bijwerkingen van de medicijnen die je nu slikt? Ik begin de dag een beetje draaierig, maar dat hou ik wel voor als het moet.